Mike de Wierik, dit was niet de bedoeling, denk ik. Nee, dat lijkt me niet, nee. Wat is je gevoel nu na afloop van deze wedstrijd? Ja, toch weer dat het onnodig was. En, eerste helft bij gewoon de bovenliggende partij, denk ik. Tweede was het meer 50-50, alhoewel Utrecht wel drie kansen heeft gehad. En, ik moet zeggen, wij hebben die ook gehad met Postema en ik met Elan Koeri nog aan het eind. En, ja, zij maakten hem wel en wij niet, dus ja, dat is het verschil. In de tweede helft, denk ik, waren jullie toch de bovenliggende partij. Eén fase van Utrecht en ja, die staf het af, hè? Sorry, eerste helft bedoel je of tweede helft? Tweede helft. Ja, maar ben ik niet helemaal met je eens. Ik vind de eerste helft vond ik ons wel beter, maar de tweede helft was het meer in balans. En, Utrecht heeft de beste kans gehad de tweede helft. We hadden wel kunnen scoren, maar ja, wij geven ook een bal voor langs de eerste helft. En ja, daar staat niemand. En, Utrecht schiet hem wel erin. En is je effectiviteit? Ja, dat op zich wel, ja. Hoe kijk je naar je eigen optreden? Ja, ja, die goal dat kan je natuurlijk altijd beter doen. En, voor de rest, de eerste helft was goed. En, ja, je tweede helft wil ik een bal spelen op Sergio en dan krijgt de stuit die bal op. Ja, die kan je niet zoveel aan doen. Maar voor de rest was het denk ik prima. Dus, ja, je werd nog gewisseld, hè? Ja, ik heb net even gevraagd waarom. En, maar één op één spelen en heb je gele kaart. En, dus ja, dat is logisch. Ja, ik zag dat je nog een paar woorden naar Postema sprak toen je de kant afging. Wat zei je tegen hem? Weet je, pak je kansen, je gaat nog komen. En, weet je, hij hunkert ook naar die goal, hij maakt overal de goals en hij heeft hem alleen in de Eredivisie nog niet gemaakt, of in de beker. En hij was er dichtbij, maar helaas voor ons schoot hij hem niet erin. En het heeft niet geholpen? Nee, helaas. Maar weet je, zijn kans gaat nog weer komen, hij is goed bezig, een getalenteerde jongen. Fijne jongen om mee te werken, werkt altijd hard, loopt niet te zeiken. En, dat is goed en wil veel investeren in zichzelf, dat is belangrijk. En ik denk dat hij luistert naar de oudere jongens. En, Dus nogmaals, die gaat er wel komen. Je moet gewoon hard blijven werken. En dat gaat ook voor hem de eerste goal vallen. En hoe lang denk je dat het nog duurt voordat hij de eerste spits is? Ja, moet je aan het trainen vragen. We hebben natuurlijk met Kai en met Charlie twee goede spitsen. En, Romano zit daar nu kort achter. En, we hebben ook Dallinga nog. Die wat ook spits is natuurlijk. En dat is ook een getalenteerde jongen. Ja, weet je, als je jong bent, moet je wachten op je kans. En als je komt, moet je hem pakken. En daar is Romano waardig mee bezig. We hadden net over de trainer. Hoe was het met Poldervaart vandaag? Wennen? Nee, ja, weet je, hij leidt ook veel trainingen, dus ja, voor ons maakt het niet zoveel uit. En, je kunt ook zien dat hij hoofdtrainer is geweest, niet alleen in top van het amateurvoetbal, maar ook in de Eredivisie. En, weet je, heeft gewoon prima gedaan en heeft gewoon een rol prima overgenomen van de hoofdtrainer. Ja, was net zo van die aan de kant als jullie op het veld. Ja, dat doet hij altijd. Heeft hij... Geest niet meer naar jullie, hoor. Nee? Oh, heeft hij denk van hoofdtrainer overgenomen? Die doet dat ook altijd. Dus, nee, dat is prima. Weet je, dat hoort er ook bij, vind ik. En, weet je, dat is alleen maar mooi en dat geeft ons ook een boost. Bekertoernooi zit u nu wel op? Ja, helaas weer niet na de winter door in de beker. En, vorig jaar waren de eerste ronde er al uit. En nu weer een ronde verder. Maar goed. Progressie? Ja, maar ik koop er geen zak voor. De eerste ronde eruit of in de halve finale. Dat maakt me geen fuck uit. Je wil dat ding winnen. En, ik heb één keer de finale... op de bank mogen zitten. Ik heb die wedstrijd niet gespeeld tegen PSV met Heracles, maar... Heb je de badjas nog? Ja, dat doe ik elke dag. Nee, grapje. Nee, ik heb het netjes opgeborgen en heb een klein bekertje als aandenken. Alleen, het is wel een tweede plaats en geen eerste, dus dat telt eigenlijk ook niet. Nu naar Emmen toe? Ja, die moeten we pakken. Ik denk als we die pakken, dan hebben we toch nog een redelijk goede eerste seizoen zelf gehad. Dus je kijkt waar we vandaan komen, weer een hele nieuwe groep. De verwachtingen zijn altijd hoog hier en terecht. Goed, ik hoop dat we nu van Emmen kunnen winnen. Vorig jaar hebben we twee keer van verloren en dan hoop ik dat we dit jaar twee keer gaan winnen. Via de beker gaat niet meer lukken, maar Europa blijft het doel? Ja, we willen gewoon naar dat linker rijtje en ik denk dat we daar de kwaliteit voor hebben. We hebben laten zien. Grote fase van het eerste seizoen zelf. Niet altijd even constant nog, maar ik denk wel dat we op de goede weg zijn. En, ja, we moeten nog steeds wat dingen fine-tunen. En, ja, nu is vandaag zijn we weer, of de afgelopen week eigenlijk weer met drie spitsen gaan spelen. Dus dat zal nog een en ander... je moet verbeteren. Ja, daar zijn we hard mee aan het werk. En de eerste helft lukte dat denk ik vrij aardig vandaag. In de tweede helft wat minder. Dus dat is zuur. Maar we gaan keert voor aan de slag deze twee dagen. Om zondag goed de kerst in te gaan. En supporters ook een goed kerstcadeautje kunnen geven. En ik denk dat die de overwinning ook wel kunnen gebruiken. Veel succes.